Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We zitten in een interlandperiode, dus dat is een mooie aanleiding om eens bij te praten met een van de assistenttrainers van Feyenoord. Cor Pot is hier. Cor, hartelijk welkom. Goeiedag. Leuk dat je aanschrijft. Verder hier Dennis van Eersel van Rijnmond en Harry van der Laan. Graag gezien de gast ook in dit programma. Cor, hoe is het met je? Hoe zorg je dat je gezond blijft in deze rare tijden? Zoveel mogelijk buiten alle druktes te blijven. Dus dat gaat heel goed. Ja, binnen de club zitten jullie wel in een bubbel, ja. Maar daarna zorg jij er zeker voor, ook gezien je leeftijd, en dat zeg ik met alle respect natuurlijk. Ja, dat moeten we ook. Er wordt op ons hals gedrukt dat we iedere keer toch wel een beetje afstand moeten nemen. Ja. En heel veel handen wassen en goed, het hele protocol moeten we gewoon continu controleren zelf. Wil jij mij wel één ding beloven? Wil je zodra dat de Rotterdamse horeca weer open gaat, onmiddellijk daar weer gebruik van maken? Want jij in je eentje zorgt ongeveer voor een derde van de omzet. Nou, een derde van de salaris ook. Dat zou je ongetwijfeld missen. Ja. He, je bent een graag geziene gast in het bon vivant van Rotterdam. Ik kom graag in restaurants. Niet in bars, daar heb ik geen zin meer in. Maar een beetje behoorlijke restaurants vind ik wel heerlijk. Ja, ja. Dat missen we. Ja. Nou ja, nog even volhouden. Ja. Dennis, wie heeft er al dan nu zin om trainer van FC Dordrecht te worden? Nou ja, Harry van der Ham was nog niet weg of die eerste telefoontjes werden al gepleegd richting de Krommendijk. Dus er is wel vraag naar. Nou ja, bij Dordrecht zelf willen ze een wat jongere trainer, of althans in ieder geval jong van geest. Die aansluiting heeft bij die 25-jarige gasten die in de selectie zitten. Dus ja, dat filtert een en ander al uit. Hè. Ja. Ik zat zelf bijvoorbeeld te denken, want name dropping is altijd leuk. Sjors Ulte bijvoorbeeld. Die van voldoet echt aan die profielschets. En we hebben in onze regio een aantal trainers in het amateurvoetbal. We hebben niet allemaal hun papieren. Maar er zit ook wel een rijtje bij met Rijsdijk, met Veenstra van ASWH. Waarbij je kan denken, ja, in die hoek zou het ook kunnen zoeken als men, maar die laatste geldt bijvoorbeeld niet, de juiste papieren heeft. Ja, nou, we gaan dat zien. We zometeen praten we ook nog even over FC Dordrecht en even over Excelsior, Harry. Ook jouw oude club, thans, daar ben je trainer geweest. Je was de spitsentrainer en het is de spits daar die nu opvalt. Ik word niet gemist in dat opzicht. Nou, eigenlijk niet, nee. Elias Mar-Omason heeft er nu 13 gemaakt. Is hij nog wel te houden, denk je, komende winterstop voor die club? Dat weet ik niet. Je mag ook kijken naar de kwaliteit van de goals en de kwaliteit van de speler zelf. Hè. Hoe voetbalt hij mee? Het is een totaalplaatje natuurlijk, maar hij is wel een man in topvorm. Hè? En die heel makkelijk scoort dit seizoen. Ik moet wel zeggen, de eerste divisie is wel van een heel bedenkelijk niveau geworden de laatste jaren. En, want ik zie een aantal wedstrijden, als je ook de goals van afgelopen dinsdag was het. Dinsdag tegen Topos. Tegen Topos, daar zitten er twee bij waarvan je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk hè, dat soort goals gemaakt kunnen worden. Die derde die trouwens wel technisch heel mooi afmaakte. En daarin zag je ook gelijk even het vertrouwen van de speler. En dat hij lekker in zijn vel zit en makkelijk scoort. Maar of hij nou al klaar is voor een goede club in de Eredivisie, daar twijfel ik nog een beetje over. Nou goed, we gaan ook dat allemaal in de gaten houden. Cor, wat doen jullie nu met die spelers van Feyenoord die er een paar zijn uitgevlogen voor interland verplichtingen? Ja. Wat doe je dan in zo'n tijd dat je wel bij elkaar bent en traint? Wij trainen iedere morgen, hè, 11:30, dan trainen we weer en dat is een heel programma. Maar is dat op hetzelfde niveau als het gebruikelijk? Ja, er wordt pittig getraind, ja. Dat mag niet verzwakken, want we moeten wel weer door daarna. Ja. En die anderen die bij de nationale team zitten, die trainen ook, of ze nou spelen of niet. Dan trainen ze ook behoorlijk pittig, dus ze moeten dan gelijk weer aanhaken. En daarom hebben we ook die wedstrijd gespeeld gisteren. Ja, gisteren tegen ADO hè, in de Kuip. 0-0, wat heeft die wedstrijd, vinden jullie, opgeleverd? Heel veel, want het resultaat is absoluut niet belangrijk. Maar Texera heeft een hele wedstrijd gespeeld. Jurgens heeft voor het eerst weer een uur gespeeld. Ja. Hoe deed hij dat? Ja, naar behoren. Hij is natuurlijk nog niet op het niveau, maar hij komt daar wel weer, denk ik. En dat is wel weer positief. De jonge jongens hebben de kans gekregen om zich te laten zien. Zoals? Dus, Azarkan, Weerman, even kijken, Vente. Bannis. Ja, die hebben het allemaal helemaal meegedaan. Dus dat is prima. En Hendricks en Meuvel, Smeulens. Ja. Linksback. Dus wat natuurlijk heel belangrijk is toch dat de Jurgensen gaan voetballen. Daar zit je nu toch wel weer op te wachten dat je weer eens eindelijk een spits krijgt. En belangrijk is dat hij nu eens een aantal wedstrijden kracht op gaat doen om blessures tegen te gaan. Daar trainen we ook wel op met hem. Daar wordt hij echt apart voor getraind. Nou, maar met trainingen komt nooit zo in de buurt als van een wedstrijd. In de wedstrijd moet hij zich in. Want in een wedstrijd ga je echt tot het gaatje vaak en dan kom je helemaal kapot van het veld. En dat heeft hij nodig om die wedstrijdconditie en die wedstrijdkracht op te doen. Ja. En dat is zijn probleem volgens mij de afgelopen maanden.
maanden geweest. Dat hij niet in de wedstrijdkracht zit, als het de ware. De afgelopen maanden is hij iedere keer, dan wilde hij weer beginnen en dan raakt hij weer geblesseerd. Ja, nou, en dat is zo frustrerend voor de jongen ook, dat kan ik me wel voorstellen. Dus hij moet een keer mazzel hebben, dat is een aantal wedstrijden achter elkaar, wedstrijdkracht ook. Van hem, als hij dus in het veld staat, dan staat wel iemand in het veld. Ja. Dus een grote, sterke vent. Ja, dat is toch imponerend voor een tegenstander. Nou, daar moeten we dan hopelijk met zijn voetbalkwaliteiten en zijn scorende kwaliteiten moeten we daar gebruik van maken. Maar hoe groot is dat vertrouwen dan nog, dat hij echt de eerste spits van Feyenoord is en blijft? Ja, Bozenik is 3 maanden, 4 maanden weg. Dus die is eigenlijk geen concurrent momenteel. Nou, die jonge jongens die doen hartstikke de best. Maar dan schat ik Jurgen stond nog even iets hoger in. Dat is ook logisch natuurlijk. Ja, nou, je hebt geen alternatief eigenlijk. Jawel, die is er wel, alleen die krijgt niet echt de kans. Dat is die nou van Dan is. Dat is, vind ik, zo kan je dat niet zeggen. Want dat vind ik wel heel makkelijk. Nou, maar is dat de enige echte spits in de selectie die nu beschikbaar is? Dus dan vindt Dick, en misschien mij ook, hij is wel onderweg nu. Hij moet zeggen, hij maakt echt vorderingen. Maar om spits te worden in Feyenoord 1, dan moet je toch wel wat laten zien hoor. Want kijk nou even naar onder 21. Ze spelen ook in onder 21, hebben ze gespeeld. Nou, dat was nog niet zo geweldig. Ze hebben 1 keer gewonnen en de rest verloren. Dus blij dat ze bij ons nu trainen, dat is hartstikke goed. Ze moeten zo door blijven gaan en ook de wedstrijden gaan spelen, dat is ook belangrijk voor ze. Ja, en dan moeten ze proberen aan te haken op dat hogere niveau, want het is een stuk hoger niveau wat wij hebben. Ja, maar het is natuurlijk wel zo, Linzen is natuurlijk een hele ervaren eredivisie-speler die op links natuurlijk eigenlijk het best tot zijn recht komt, maar toch nog altijd waarschijnlijk meer rendementen, meer uitstraalt in de spits dan de jongen Bannis, die waarschijnlijk nog 2 jaar nodig heeft om ook op dat niveau te komen. Dat gaat echt de goede kant op. Dat is prima, maar zo jong, hè, en dan als je die de tijd geeft en gunt, dat hij dan langzaam naar een bepaald niveau groeit. En ik kan me voorstellen dat nu gewoon nog te weinig is. Ja, maar je maakt die jongens kapot. Als je die jongens nu al volop in het eerste elftal zet, maak je ze kapot. Maar dat doe je in zekere zin met Linssen nu toch ook, die is gehaald als linksbuiten. Ja, Linssen is 30 jaar. Ja, nee, maar die staat linksbuiten. Maar die heeft ook gevoel, die heeft ook vertrouwen. Ja, en die wordt nu op een positie gezet waarin hij verzuipt. Ja, maar hij heeft eerst op links krijgt. Gespeeld en noodgedwongen hebben we hem in de spits moeten spelen. Omdat we dan toch een soort aanspeelpunt hebben. Hij werkt zich echt de kleuren mee. Absoluut. Hij heeft een fantastische conditie. Hij is in ieder geval een handenbinder, hè? Door zijn beweging. Meer nog dan de jonge jongens. Maar die moeten gewoon goed kijken en daarvan profiteren. Want daar leren ze ook van. Ja. En dan kunnen ze in de trainingen ook laten zien of ze progressie maken. Nou, dat zie je wel, vind ik. Dus allebei, Vente en Pannes, maken echt progressie. Vente ook. Ja. Het komt op mij over dat jullie Linssen wel nog steeds zien. Dit is een noodoplossing. Als Jurgensen helemaal fit is, dan blijft dat uiteindelijk. Nou, dat weet ik niet. Dat kan dadelijk. Dat hangt ook van de tegenstander af. Alles heeft met tegenstanders ook te maken. Wat is het beste tegen bijvoorbeeld Zagreb of tegen die Russen? Ja. Als ik daar banden zit, is onder 2 klerenkasten. Ja, dan wordt hij ondergesneeld tegen zulke gasten. Ja, dat is. Maar maak je zo'n jong ook mee kapot. Het zijn wel moeilijke maanden als ik dat zo voorbij zie komen, al die wedstrijden, dat je elke keer toch je elftal moet veranderen, eventueel zelfs die speelwijze moet veranderen. Dat is natuurlijk lastig werken. Ja. Je komt niet, vroeger had je gewoon bijna een vast elftal en was er iemand geschorst of geblesseerd, kwam er een ander mannetje voor. Ja. En zo voetbalde je er. Dat was echt in 9 van de 10 clubs zo. Dennis, hoe groot is de kans dat er in de winterstop straks, of althans in de volgende transferperiode, een nieuwe spits komt bij Feyenoord? Ja, ik voelde hem al aankomen. Ja. Daar is eigenlijk niets aan veranderd ten opzichte van die laatste dagen van dat de transferwindow nog open was. Hè. Dus dan zal wel fijn dat eerst iemand verkocht moeten worden voordat het budget is dat er een spits bij kan komen in principe. Of je moet heel erg inventief zijn. Maar ga je op zo'n wijze in de winterstop dan een spits halen die er gelijk staat in Feyenoord 1, dat weet ik niet. Dus dat is gewoon heel lastig, denk ik. Als je een spit haalt, moet je er een halen die er gelijk staat. Zeker. En anders heeft het geen zin. Maar dat is zeker in de winterstop, is dat denk ik heel erg lastig. Je moet kijken bij clubs waar ze dan net even op de bank zitten, maar wel bij een nationale ploeg zitten. Wij hebben Zirkzee hier genoemd maandag, Cor. Joshua Zirkzee van Bayern München. Is niet ook jong, weet ik. Ja, maar wel enorm getalenteerd. Ja, zeker. En traint iedere dag met Robert Lewandowski. Doe dat maar niks. Nee. Maar het is nog heel Lewandowski. Nee, bij lange na niet. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk een mogelijkheid. Ja, dat vind ik ook een talentvolle speler. Ja. Maar het feit is wel dat hij verhuurd mag gaan worden, is dat hij een terugval heeft. Hè? Nee, dus hij wat minder aan het spelen komt. Verhuren betekent niet vaak dat hij een terugval heeft. Dat betekent dat hij misschien een vooruitgang moet maken.
In een andere omgeving. In zijn geval, hij maakt minder minuten omdat een ander talent zich heeft aangebied. En daardoor is hij dus nu derde keus geworden, als het ware. Dennis, jij zei net inderdaad gebrek aan middelen om zo'n spits te halen. Mm-hmm. Vandaag groot in het nieuws dat er investeerders klaar zouden staan bij Feyenoord. Hoe zit dat? Dat niet helemaal. Ik draaf door, begrijp ik. Ja, nee, Feyenoord heeft nu, eigenlijk is dit gewoon een volgende stap. Hè. Feyenoord gaat nu samenwerken met een investeringsbank en die gaat dan dat proces begeleiden, inventariseren. Wat is er mogelijk qua investeerder die instapt bij Feyenoord? Om de metafoor te gebruiken, dat heb ik dan zelf bedacht, dat we maken als een groot bedrijf een nieuwe CEO zoekt. Wat doe je dan? Dan zet je er een headhuntersbureau tussen. Ja. En dan geef je dus aan wat jouw wensen zijn. Wat zoeken wij als bedrijf? Nou, in het geval van Feyenoord nu met die investeerder. Een bepaald bedrag wat je wil dat het oplevert. Maar ook, wat geef je aan zeggenschap weg? Clublogo is heilig, mag niet weggaan. Clubkleuren moeten blijven bestaan. Nou, dus zo ga je die balans zoeken. En dat bedrijf is nu gevonden? Waar ze dat... dus iemand, dus eigenlijk zeg maar de tussenpersoon, ja, die investeringsbank. En die gaan dan begeleiden wat Feyenoord wil, wat is in de markt. En ja, als er een akkoord komt, komt er een akkoord. Als dat er niet komt, komt het er niet. Maar dat Feyenoord hier serieus mee bezig is, dat wisten we al. Maar dat wordt hiermee nog een stukje meer geformaliseerd. Ja, maar concreet is nog niks. Is dit onderdeel van gesprek bij jullie aan de koffietafel bij de technische staf? Ik heb het vanmorgen voor het eerst gelezen, dus ik weet er echt helemaal niks van. Ook de voorbije weken, want dit speelt natuurlijk al langer. Interesseert jullie dat echt niet? Nee, het interesseert ons wel. Tenminste, mij wel in ieder geval. Maar ik heb er absoluut niks over gehoord. Alleen vanmorgen heb ik het zelf gelezen. Maar het is voor jullie pas natuurlijk als het echt concreet is. En jullie in het eerste elftal er iets van merken. Ja. Dan wordt het een thema voor jullie. We moeten ze wel opschieten. Want we hebben nog één transferwinter. Dat is in januari. Is dit niet allemaal alleen maar om de schulden bij de investeerders weg te werken? Nee, dat kan natuurlijk niet. Dan heeft het geen zin. Nee, maar kijk, maar dat is kapitaal natuurlijk. Meer dan 30 miljoen staan. Maar laat duidelijk zijn. Harry, dat is ook veel geld. Hè? Daar staat een restschuld van pakken mee 32 miljoen daar bij de vrienden van Feyenoord. Maar dat zijn niet de bedragen, met alle respect. Ik heb het niet op een rekening staan. Cor misschien. Ook niet. Maar dat zijn niet de bedragen waarmee Feyenoord uiteindelijk verder gaat. Dan moet je echt aan een veelvoud daarvan denken. Ja. En dan, dus er moet een investeerder komen voor een veelvoud van dat bedrag. Ja. Dan koop je die aandelen terug en verkoop je ze eigenlijk gelijk weer door tegen een veelvoud, zodat je kan investeren in je jeugd, in je eerste elftal, meteen dat je echt slagen kan maken. Alleen de grote vraag is altijd, wat geef je weg aan zeggenschap? Want er wordt niet een zak geld neergezet bij de Kuip en zoek het maar uit. Ze willen er iets voor terug. En die balans zoeken, dat is natuurlijk hetgene waar het bij Feyenoord om gaat. Hoeveel geef je uit handen voor hoeveel geld? Cor, ik had het net eventjes over die technische staf van Feyenoord, waar je onderdeel van bent. Wij, pers en supporters, zien geen training meer en zien alleen wedstrijden op televisie. Dus we hebben niet echt een goed beeld hoe dat nou ruilt en zeilt bij jullie. Er is advocaat, jij, De Wolf en Petrovic. Ja. Wat is nou de rolverdeling? Wie doet nou wat? Begin eens bij jezelf. Wat doe jij? Nou, ik ben zeg maar de vraagbaak voor Dick. Klankbord. Ook met de trainers. Ik zorg een beetje voor het cement tussen de trainers. Zeg maar. Maar kun jij eens een voorbeeld geven? Wat wordt er aan jou gevraagd waar jij dan je mening of visie over deelt? Nou, er wordt zoveel gevraagd. Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar maak het concreet. Ik praat met spelers. Als er een speler eens een keertje een beetje in de problemen zit, of niet zo lekker draait, of juist wel draait, dan probeer ik toch of een beetje de positieve trainer te zijn, of af en toe even aanpakken als het niet helemaal gaat naar wens. Nou, daar kan ik dan wel redelijk goed. Ik bedoel, ik ben niet psychologisch eigenlijk, maar... Maar spelers vinden het prettig om hun hart te luchten even bij jou. Ik ben vrij rustig. Ja. Met Dick praat ik natuurlijk heel veel. Dick is ook rustig. Ook met John De Wolf. Hè? Hij zei, Dick is ook heel rustig. Ja. Als hij slaapt. Nou, sinds dat ik op de tribune zit. Nee, maar wat dat betreft vullen jullie elkaar goed aan natuurlijk. Ja. Hè? Jij zegt inderdaad op de tribune, want jij zit niet op de bank tijdens wedstrijd. Waarom is dat? Ja, kijk, John is een icoon van Feyenoord. Dus hier moet je sowieso op de bank zetten. En Petrovic kwam voor Saïd, die zat ook op de bank. En ik zit met Galit, de keeperstrainer, samen op de tribune. Ik moet eerlijk zeggen, daar wil ik niet vanaf, want ik vind het zo heerlijk rustig daar zitten. Ik zit op de persgebune op. En je ziet het zelfs nog beter, het spel. En ik zie het beter. En ik heb zo'n oortje in. Kan ik altijd de dingen die ik zie, of kan ik altijd doorgeven. Maar ja, zij zien daar net zoveel als wat ik zie, want het is als ik 10 meter hoog of 15 meter, dat is geen verschil. Maar Cor, van die vier, hè? Wie is dan degene die een speler echt beter maakt? Wie gaat nou eens één op één? Dat is, zo kan je dat niet zeggen, een speler beter maken. Wij spelen natuurlijk... Wij zijn een teamsport, hè? We proberen het team beter te maken. En natuurlijk, je geeft sommige spelers die doen extra zo wat koppen of afwerken. Nou,
Normaal gesproken is Petrovic doet de trainingen. De paas, de trapvorm, de positiespel. Maar dat gaat Dick ook heel veel meer doen nu. De positiespel en de partijvorm. Daar zit hij er bovenop. Dat is ook wel nodig. John de Wolf die doet ook heel veel in het positiespel. Maar ook apart eventjes met verdedigers. Dat doet hij hartstikke goed. We zijn eigenlijk allemaal bezig met een rondootje. En dan hebben we ook nog de andere staf. De looptrainers. Rick Kors en Lee. Egge. En die doen ook de conditietraining, die nemen ze voor de rekening. Dus ja, dat is allemaal goed verdeeld. Eén naam noem je nu niet, en ben ik toch wel benieuwd naar wat zijn inbreng is op dit moment. Robin van Persie. Is spits een trainer? Ja, Hoe vaak is hij dat nu? Nou ja, dat is natuurlijk iets minder nu, omdat we in een hele drukke periode zitten met de Europese wedstrijden. En omdat er geen spits is? Ja, maar... Je hebt bijna geen trainingen. Nee, we zijn alleen aan het herstellen. Dus, kijk, op het moment dat we dadelijk weer normale weken krijgen, dan is Robin, komt hier zeker weer. Want hij had natuurlijk ook Vente en Bannis. Kan hij ook onder andere nemen. Ik heb Bozenik is even weg. Nee, maar je moet eigenlijk een normale trainingsweek hebben om die momenten te kunnen vinden. Ik heb het zelf ook gedaan. En dan als je intussen de wedstrijd hebt, dan ben je alleen maar een beetje aan het kijken. Is bij een training en meer kan je niet. Je kan doen, want het is best wel een belasting met schieten en lopen. Dus je moet een beetje oppassen wanneer je dat doet. Hey, je hebt het net dat je een soort van mentor af en toe kunt zijn tussen technische staf en die spelersgroep. Ja. Eén discussie is in het openbaar gevoerd, waarvan we wisten dat de technische staf en de spelers niet op één lijn lagen. Namelijk de speelwijze. Hè? Het afwachten, het terugtrekken. Dat was eigenlijk helemaal geen discussie. Want daar is ook een misverstand over. Vertel. Er zijn een paar spelers die willen misschien wat eerder druk zetten. Ja. Maar dat is heel simpel. Dick zegt, zo wordt er gespeeld. En gewoon zoals ik het wil, wordt er gespeeld. En als je dat niet doet, dan is jammer dan. Dan rij je eruit. Ja, maar het zijn er bijna altijd al de aanvallen ingestelde spelen. Die willen graag naar voren. Ja, omdat ze dan snel op een af zijn. Maar is het niet zo bij jullie dat je gewoon twee spelsystemen in slijp, zeg maar. Je hebt een moment van inzakken, kopcirkel, make-up. Maar je hebt ook een moment dat je eens even een periode druk kan zetten. Nee, maar kijk, als je goed kijkt naar ons. Wij spelen altijd, zeg maar, kopcirkel, vangen we op. Dat is het. Maar er wordt bijgezet, en zeker in thuiswedstrijden. Als je ziet dat we sterker zijn, kunnen we 10, 15, 20 meter naar voren. En wie geeft daar het sein voor? Dat doen meestal de middenvelders bij ons. Ja, oké. Okay. Dus, nou, en dat werkt ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Alleen, wij gaan niet per definitie al bij de 16 meterlijn van de tegenpartij lopen jaren. Want dan zijn geen ballenvakkers. Nee, okay, maar dan worden we zo uitgespeeld. Wij zitten natuurlijk met z'n allen. Je zit niet meer in het stadion, dus je zit voor de televisie te kijken. Dus er is ook nog minder emotie daardoor. Ja, ja, ja. En dan zit ik te kijken, dan zit ik de eerste helft Groningen ook weer. Dan zie je eigenlijk helemaal niets van Feyenoord. Ja, maar net voor die wedstrijd gespeeld. Ja, nee, dat weet ik wel. Maar dan zeg ik, en dat geldt voor de wedstrijden tegen RKC en ADO en noem ze allemaal maar op die je gehad hebt. Waarom starten jullie eigenlijk altijd een beetje zo afwachtend? Ja, ik zie elke keer een moeizame start eigenlijk in de wedstrijden. En waarom als je op iedere plek, mag je toch wel zeggen, een betere speler hebt, waarvoor zou je dan niet meer vooruit kunnen spelen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, maar dat willen wij dus niet, want wij willen een vast concept hebben. Het is ook aantrekkelijk om naar te kijken. Ik ben een liefhebber, dus ik zit te kijken hoe gaat het leuk. Maar wij zijn ook een liefhebber, maar wij zijn meer liefhebbers van binnen. Ja, en dat begrijp ik wel. En jullie zitten in mijn Wij spelen dus een systeem waarin we dus weinig verliezen. Ja. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Maar toch zijn er dan wel geluiden van kritiek, hoor. Die zijn jou ook ter orde gekomen. Inderdaad, omdat we nou eenmaal liever dat spel zien wat Harry beschrijft. Wat dat betreft, het is wel jammer voor de mensen die kritiek hebben, maar... Dick doet daar geen concessies in. Nee, nou ja, die zegt gewoon, zo gaan we spelen. Ja, op dat punt heeft natuurlijk niemand kritiek. Hè? Als je nu na 8 wedstrijden 3 punten achter staat op de koplopers. Ja, niet zo gek veel mis. Ik krijg altijd kritiek als je verliest. Ja. Dan krijg ik kritiek. Want waarom ga je niet dat doen? Waarom ga je niet dat doen? Ik vind, hij heeft een traject uitgezet. Dat is hiermee begonnen. Hè? We zijn niet voor niks van de 15e naar de 3e plaats gegaan. Hè? En waar had het geëindigd als we door waren gegaan? Nou. Ja. Dat is alleen met dat systeem, wat we nu nog steeds spelen en waardoor we nog steeds niet verloren hebben. Nou, dan denk ik van, je zou toch wel heel dom zijn om ineens dat overboord te gooien en te zeggen, nee, we gaan lekker een beetje naar voren druk zetten. Dat bedoel ik het niet. Je hoeft ook niet 90 minuten lang de pressie te spelen, maar ik zie daar gewoon fases in de wedstrijd. Wij moeten ruimte hebben. Maar ja, nee, dat weet ik. Maar Dick zei het van de week in een interview. Hij zei, ja, ik wil dat er ruimte gecreëerd wordt en daarom zakken wij in. Maar je hebt eigenlijk geen counterploeg. Want je hebt allemaal aanvallers die eigenlijk in de bal willen spelen. Dus niet diep. Ja, maar nou niet meer, hè? Wacht eventjes, dat is niet helemaal waar. Ja. Met Haps op die linkerkant hebben we natuurlijk wel diepte ineens. Jawel, maar als linksback had hij dat ook natuurlijk. Jawel, dat maakt toch wel verschil. Kijk, Linz is meer in de bal. Ja. Berghuis meer in de bal. De spits in de bal. Berghuis in de bal. Ja. Nu hebben we met Berghuis en dan of Geertruiden of Nieuwkoop.
Ja, ja, nee, maar die backs, heb je altijd gehad. De linkerkant, of het is Malatia, die natuurlijk weer helemaal terug is. Of het is Haps, die de diepte zoekt iedere keer. Moet eens kijken hoeveel meters hij maakt, die Haps. Met het sprinten, hoeveel goals hij al heeft gemaakt. 4 goals, geloof ik al. Nou, daar zie je ook dat er dus meer... En dan gaat Koks gaat nu meer de diepte zoeken. Dan gaat Diemers gaat wat meer de diepte zoeken. Dus automatisch ga je dan meer naar voren toe. Ik wil nog even... Want ja, we zouden 2 uur FC Rijnmond kunnen maken. Ja, over die tijd hebben we helaas niet. Toch nog eventjes het geval van de blessures bespreken. Kuktu is daar gisteren bijgekomen bij Turkije. Die komt nu terug naar Nederland. Ja. Malasia bij Jong Oranje af moeten haken. Hè? Zeker. Schijnt niet heel ernstig te zijn, gelukkig. Nee. Maar Sinistera, dat wil ik even kort nog van je weten. Die is op de weg terug. Heel goed. Gaat heel goed. Ja, maar hoe goed is het en wanneer kan die spelen? Ja, ik kan niet precies zeggen wanneer die gaat spelen. Maar het gaat heel goed. En wij moeten groen licht krijgen van de orthopeed. Okay. En de medische staf. Maar de orthopeed bepaalt wanneer die echt... Want hij traint volledig mee. Dus kun nu je gaat het een inschatting geven of de oude Sinisterra terug is? Want hij, zeker met de blessure die hij heeft gehad, moet je altijd af qua wendbaarheid. Dus moet je altijd kijken hoe komt iemand terug. Of is dat te vroeg? Nee, helemaal niet. Want als ik de training bekijk, wat ik nu zie, dan ben ik echt verbaasd wat hij allemaal kan, doet. Hij is niet bang. Hij heeft snelheid. Hij passeert makkelijk. Dat is zijn kracht. En ik denk dat het, als hij terugkomt, eigenlijk, het zal eventjes een proces zijn. Ja. Maar dat gaat wel goed hoor. Ja. Ik wil met jullie wel nemen, mannen, eens eventjes naar een bijzondere Feyenoord supporter. Dat is Piet Stevens. Piet is bekend misschien wel, want hij stond jarenlang bij een van de entrees bij het Feyenoordstadion en verkocht daar programmaboekjes. Maar ja, Piet en het legioen mag nu niet komen, maar Piet mag sowieso niet naar buiten, want hij is behoorlijk ziek. Wat bijzonder is, thuis heeft hij zijn eigen Feyenoord-archief. Competitie 2020-2021. Feyenoord Groningen. Dan doen we zo dat papiertje erin. En dan hebben we weer een leuke doos. Zo doe ik dat iedere wedstrijd. Hoe vaak kijk je terug? Nooit. Ik kijk nooit terug. Nooit. Nee. Ik ken al 3 jaar geen seizoenkaart meer. Ik kan het niet meer opbrengen om de trap op te lopen en dat in te lopen. Omdat ik zit met mijn CPD. En daarom ben ik ook 5 weken geleden uitgeschreven met mijn programmaboekjes. Ik kon het niet meer opbrengen. Het ging niet meer. Ik ben zo kortademig. Ik mis mijn mensen, mijn klanten, mijn gezelligheid. Iedereen. Iedereen kwam naar je toe. Ja, het... Ik ben het kwijt, ik mis het. Maar je rookt jezelf dood? Dat weet ik, ja. Maar ik redeneer zo... Franco, of ik nou 83 word of ik word 84. Maar mijn sigaretje is me alles hoor. Ja, echt. Ja, 3 doe ik ziet staan. Ik ben nou televisiesupporter geworden. Ik heb kleine 1500 videobanden. Ik heb zo'n kleine 200 dvd's. Nou ja, boven dan mijn spulletjes allemaal nog. En wij vroegen net, joh, zullen we daar even naartoe gaan? Maar dat gaat niet met jou. Nee, ik heb de trap niet meer op. Ik leg hier op de bank, te slapen hier op de bank. Want het is gewoon niks. Ik ken die trap niet meer op. En hoe lang slaap je al op deze bank? Ik slaap hier al een jaar of 10. Hier. 10? Ja. Dan slaap je ook al een jaar of 10 jaar niet met je vrouw samen? Nee. Maar we zien elkaar de hele dag en de avond. En dat nachtje, dat is zo voorbij. Dat kennen ze wel alleenig. Berghuis. 2-0, de puntjes zijn binnen. Kijk, je zondag is goed. Zo, Robin, we hebben gewonnen met 2-0. Feyenoord Groningen. Netjes. Ja, schitterend hè? Jawel. Dat zijn de echte.
Ik ken hem al heel lang, Piet, want ik kwam hem altijd tegen ook in de Kuip. En hij belt me wel eens een keertje. Dus bij deze, Piet, ik wens je het allerbeste. En ik hoop toch je weer nog een keer te zien bij de Kuip. Dat hopen we ook. Dat je weer boekjes kan verkopen, want dat is je lust in je leven. En we gaan het zien. Ja, en ook nog even een oproep, want we zagen Piet inderdaad al die wedstrijden van Feyenoord. En ook alle analyses opnemen op oude VHS-videobanden. Maar hij is er bijna doorheen. Dus als u als kijker nou toch nog ergens in een stoffige la VHS-banden over heeft, breng ze even naar Rijnmond. Dan zorgen wij wel dat ze bij Piet terechtkomen. Toch? Dat kunnen we wel regelen met elkaar. Dennis, wat is er nou deze week bij FC Dordrecht allemaal gebeurd? Zo, hebben ze eine Stunde. Nee. Zei, nou ja, Dordrecht is de hekkensluiter. Van begin van dit seizoen is er gezegd dat ze toch wel flinke ambities hebben. Zeker de trainer zelf, hè, Harry van der Ham. Resultaten vallen heel erg tegen. En de lezing deze week was, ja, zo werkt het in de voetballerij. Letterlijke citaat van Hans de Zeeuw was, je kan moeilijk die hele groep wegsturen. Dus moest Harry van der Ham weg. En binnen 2 weken verwachten ze nu een nieuwe trainer weer voor de groep te zetten. Ja, het is de 4e trainer op rij bij FC Dordrecht die zijn contract niet uitdient. FC Dordrecht directeur Hans de Zeeuw ontsloeg namelijk nu Harry van der Ham. Ja, als ik ergens ook zeg maar spijt van heb, is het dat ik het heb gedaan. Hem aanstellen of hem ontslaan? Hem aanstellen. Want uiteindelijk, als je nu ziet hoe we nu uit elkaar zeg maar gaan, dat is natuurlijk nooit leuk. Ik vind het ook niet leuk dat dus ook Harry hierdoor is beschadigd. Dus ja, het is achteraf niet alles zeg maar slimste zet van mij geweest. Feit is wel dat dit weer een trainer is die onder jouw bewind vroegtijdig moet vertrekken. We hebben nu dus Harry van der Ham, Claudio Braga, Scott Calderwood kon het niet afmaken, Gerard Neuer is ontslagen. Ik ben er niet trots op, maar het is gewoon zoals het is. Het betekent nu wel dat we echt heel goed moeten zorgen dat het nu niet weer gebeurt. Hè. Dus we moeten wel echt heel goed nadenken. Welke consequenties trek je voor jezelf? Nou, die ik altijd heb getrokken. Ja, ik doe alles wat in mijn vermogen ligt voor deze club. Dat doe ik naar eer en geweten. En als er iemand anders is die het dus wil overnemen, heb ik altijd geroepen met het juiste plan. Geen enkel probleem. Het gaat niet om mij, maar om de club. Wie controleert jou? Volgens mij niemand, want vorige maand is de Raad van Commissarissen weggegaan. Ja, ook dat is gebeurd, hè, op een gegeven moment. Dus het is zoals het is. Dus niemand controleert jou? Nee, ik heb wel wat mensen om me heen, hoor, die heel veel tegen mij echt zeggen en dat ook durven. En dat is ook geen enkel probleem. Jawel, maar dat zijn geen mensen die bevoegdheid hebben? Nee, dat klopt. Dat is ook een rare zaak. Dat is een rare zaak. Maar je hebt het hier helemaal in je eentje voor het zeggen? Ja. Sportief gaat het heel, heel, heel erg slecht. Is Dordrecht het lachertje geworden van betaalde voetbal in Nederland? Nou, dat vind ik iets te ver gaan. Maar vind goed, ik wel. Sponsors lopen weg, supporters lopen weg. Heb jij daar dan al de signalen van dat er zeg maar, nu echt mensen weglopen? Nou ja, als je kijkt, als je ziet hoeveel sponsors er nu nog zijn in vergelijking met een jaar of 4, 5 geleden. Dat is wel een stuk minder. Het is wel minder, ja. Nee. Maar het is niet zo dat ze nu dus ook in één keer weglopen. Dat zijn jouw woorden. Nou, bij sportief gaat het Sportief gaat het gewoon slecht. Ja, nou, klaar. Dus dat is een feit. En daar hebben we nu dus ook op ingegrepen. Ja, onze collega Frank Stout die kleunde er even in. Semester weer in de achterbak gelegd, ja. Gingen we weg. Maar stelde een paar hele terechte vragen. En wat het met name opviel, Cor, is FC Dordrecht is dus blijkbaar een club zonder toezicht. De directeur wordt totaal niet gecontroleerd. Hoe moet zo'n club dan verder? Ja, op zijn manier waarschijnlijk. Ik weet het niet. Ik vind het een vreemde situatie dat één man gewoon alles bepaalt en geen enkele controleapparaat heeft. Nee. Ja, dat kan eigenlijk niet. In betaalde voetbal praten we over. Maar buiten dat is het natuurlijk wel zo, als Harry van Ham, die had een enorme ambitie, heb ik begrepen. Die zou bij de eerste 10 willen eindigen. Als je dan 18e staat en je ziet ook verder geen ontwikkeling bij de ploeg, dan kan ik me wel voorstellen dat je als club ingrijpt, als ik heel eerlijk ben, hoor. Dat is normaal. 18e plek is wel, daar kunnen wij ook natuurlijk. Als club grijpt niet in, de club persoon grijpt in. Ja, nee, natuurlijk nee, maar ja, iemand moet dat doen natuurlijk. Het is alleen Harry, anders het is het helemaal het is een schip zonder kapitein. Het is natuurlijk heel wrang dat Harry van der Ham in het verleden ook geweldige resultaten heeft geboekt. En dat hij dan uiteindelijk nu op deze manier weggaat, is natuurlijk... Ja, dat is voor iedereen de manier waarop hij, en je moet ook niet zeggen als directeur van ik heb spijt van zijn aanstelling. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar je kan wel ingrijpen als coach. En dat gebeurt bij vooral clubs die onderaan staan. In de Eredivisie gebeurt dat, maar ook in de Eerste Divisie. Als je niet presteert, ja, dan weet je dat heel goed mogelijk is. Dat je eruit gezet wordt. Ja. Cor, hoe is het eigenlijk verder met jou
ambities? Je bent gezond bij lijf en leden, wordt 70. Heb je het idee volgend jaar? Nog steeds 69. Je bent dus nog steeds 69, goed dat je me corrigeert. Maar heb je de ambitie om er volgend jaar nog een jaartje aan vast te plakken? Nee, ik confirmeer me aan Dick. Wat dat betreft. En, ja, maar daarmee zeg je dat Dick na dit seizoen stopt. Normaal gesproken zal Dick stoppen. En, ja, je weet het eigenlijk nooit bij hem. Maar, normaal gesproken. Je zelf maar ik heb ook wel de zin nu om eens lekker. Ik wil een keer naar Rusland weer, naar Zenit. Om daar weer eens een keertje een weekje naartoe te gaan. Ik wil nog een keer naar Istanbul. Ik wil gaan golven met mijn vrienden in Marbella. Want, ja, maar we hadden het volgend jaar of het jaar daarop. Je komt steeds verder weg. Ik ben nu nog fit en geestelijk, zeker lichamelijk ook, maar geestelijk ook jong. Dus ik moet gewoon profiteren van de mogelijkheden. Maar hoor even in alle ernst dan, hoe vast staat voor jou dat advocaat na dit seizoen stopt? Ja, dat weet ik nooit. Dick heeft al vaak. Jij kent hem als allerbeste, ja, behalve zijn vrouw. Ja, maar zelfs zijn vrouw weet het nou, niet. Zal dat ook niet mee te maken hebben als ze een goede opvolger hebben, zeg maar? Dat ook min of meer een beetje in overleg gaat. Advocaat heeft nu de leiding en ze zijn nu bezig, denk ik, al voor volgend seizoen. Wie moet de opvolger worden? En als ze een goede hebben, dat dan... Ja, maar het komt meer kijken. Kijk, Dick is ook, ja, die is zo lang al trainen. Dat is echt ongelooflijk. En altijd op een hoog niveau. En nu weer, bewijs je weer dat hij dat nog steeds aan kan. Hij is echt fanatiek. Hij is gedreven. Best nog wel inventief. Ja, dus ik durf niet te zeggen van, nou, het is nu helemaal definitief. Ik denk dat hij stopt. Maar wel voor jou persoonlijk dus, hè? Dus stel dat advocaat nu wel stopt en hij gaat volgend jaar nog even lekker een landje mij, doen. Dan ga ik weer mee. Ah, dat bedoel ik. Ja, natuurlijk. Oh, ik laat hem niet in de steek. Ik laat hem niet in de steek. Nee, dat is echte kameraden zijn dat. Ja. Zou ik ook niet doen. Harry heeft het over... Ik denk niet alleen de geld. Want, nee, maar het is wel veel. Hier word ik niet echt rekening van. Maar natuurlijk heb ik het goed gehad. Maar ik vind het gewoon... Ja, geweldig met die man werken. Nee, maar jullie zijn langzamerhand een legendarisch duo aan het worden. We zijn vrienden van elkaar. Ja. Harry had het even over opvolging. De naam van Henk Vreese wordt nu in verband gebracht met FC Utrecht. Waarschijnlijk niet tussen nu en de winterstop. Zou jij Henk graag als opvolger zien van jullie, van advocaat? Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar hou ik me echt niet mee bezig. We hebben natuurlijk, je hoort natuurlijk de verhalen over Kuit, Vreese. Ja, ik vind gewoon fijn dat hij dan wel een bestuur met een raad van commissarissen. Zoals ze dat niet bij Dordrecht hebben. Dus daar kunnen ze gewoon rustig over nadenken. Met een technisch directeur. Wat de beste invulling is voor die positie. Het is een belangrijke positie. Dus. Ja, maar jij hebt vast een mening en je adviseert vast. Ja, maar die mening hou ik lekker voor mezelf. Oh, dus voor het eerst vanavond. Ja, zeker. Jammer. Nee, ik moet zeggen, ik vind Kuiten een hele fijne vent. Die is nou een paar dagen geweest, die stage lopen, jong. En Henk is een vriend van mij ook. Die heb ik bij Jong Oranje gehad en we gaan goed met elkaar om. Hij heeft mijn zoon erop gevangen toen ik naar Rusland ging. Dus we hebben een band met elkaar. Dus ik gun Henk alles, maar ik gun ook Kuit alles. En Feyenoord moet dat zelf uitzoeken wat de beste optie is om bij Feyenoord hoofdtrainer te worden. Het lijkt me wel voor de hand liggen dat je bij Feyenoord iemand neerzet die wat meer ervaring heeft, hè, als voetbaltrainer. En dat is bij Kuit natuurlijk niet het geval. Ik denk dat Kuit bijvoorbeeld eerst bij een kleinere club aan de gang zou moeten. FC Dordrecht. Nou, dat is wel heel klein, denk ik, voor hem. Maar misschien een leuke eredivisieclub. Dat zou een perfect leerschool voor hem zijn. Want je leert pas het vak als je ook werkelijk als coach bezig bent. En bij Feyenoord leren vind ik niet het juiste platform, als ik eerlijk ben. Dat moet bij een kleinere club gebeuren. Ga je nog oefenen eigenlijk deze week met Feyenoord? Nee. Dit, gisteren, dat was het tegen ADO. Was het, en dat was ook in het geheim allemaal. Dus niemand wist het. Jullie ook niet. Nee, nou, wij weten veel ook, hoor. Dat maar jullie wisten het niet. Dat is niet waar, we wisten het wel, maar dat maakt niet uit. We wisten het wel, natuurlijk wel. Goed, Fortuna, dat is dan nu de eerste Fortuna, wedstrijd. En er komt echt een zwaar blok aan, hè, met drie Europese wedstrijden. Die weten we ook trouwens, dat Fortuna Feyenoord daar. Weten we ook. Ja. Wie de nieuwe trainer wordt ook daar? Nee, dat weten we toch nog net niet. Mag je zeer danken voor de komst. Graag gedaan. Vond ze je aangenaam. En blijf gezond. Ja. En haal een hoop punten. Dennis, tot snel weer. Tot snel. Arie, jij ook weer toch houden. Graag gedaan. Ik kom vast wel weer terug snel bij FC Rijnmond. Tot zover deze uitzending op de vrijdag. Maandag zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier de aanvoerder van Sparta, Adil Awazar. Graag tot dan en een goed weekend. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan.